De ziekenhuisbonden hebben besloten om onmiddellijk in actie te gaan, omdat afspraken over de uitbetaling van de overbrugging en werving en behoud van toelagen niet zijn nagekomen. De zorgmedewerkers zullen vanaf 11 uur de werkplek verlaten. Dit actiemodel zal gehanteerd worden tot en met 30 augustus. Komen er op geen positieve reactie, dan zullen de acties per 31 augustus verscherpt worden. De directies van de gezondheidsinstellingen zijn zeer verbaasd over de aangekondigde acties, omdat gisteren bekend werd dat het ministerie van Volksgezondheid het proces van uitbetaling heeft ingezet en de salarissen momenteel de hoogste prioriteit genieten. Het ministerie van Economische Zaken zal tijdelijk alle vergunningsaanvragen voor architecten en raadgevende ingenieursbureau aanhouden. Samen met het ministerie van Openbare Werken werkt Economische Zaken aan verdere aanpak van het vergunningenbeleid. Het ministerie zal wel rekening houden met beschermde beroepen waarbij specifieke expertise met bijbehorende kennis, vaardigheden en ervaring nodig zijn. EZ onderkent dat regulering en kwaliteitsverbetering bij de ingenieursbureaus noodzakelijk is. Samen met de sector wordt dit aspect in beschouwing genomen. De presidentiële stuurgroep gasexploitatie heeft donderdag een tussentijds verslag uitgebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi over verdienmogelijkheden die Suriname bij de gasexploitatie heeft. Voordat het land kan verdienen aan gas, moeten eerst de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie op gang komen. Willem Bloem, voorzitter van de presidentiële stuurgroep gasexploitatie, heeft in een tijdlijn de verschillende stappen uitgezet die gevolgd moeten worden voordat de productie plaatsvindt. Volgens de verwachtingen kan Suriname binnen enkele jaren, afhankelijk van de technische uitvoerbaarheid, al de eerste Amerikaanse dollars verdienen.